Meneer, hoe is uw passie voor FC Eindhoven ontstaan? Ja, dat was een jaartje of 7 geleden. Toen was het met de club niet zo goed. Er stond op een gegeven moment in het Eindhovense Dagblad een grote advertentie. Van wie hart heeft voor FC Eindhoven moet nou vanavond komen. Dus dacht ik, nou, dan ga ik er eens heen. En ik zat die avond op de tribune. En ik dacht, nou, na een minuut of 20 dacht ik van, dit blijf ik wel een tijdje doen zo. Zeg maar, want het was zo verschrikkelijk gezellig. Leuke club, leuke sfeer. En ja, dus zo is dat ontstaan. Mijn zoon heeft ook een tijd bij Eindhoven gevoetbald, zeg maar. En ook een paar keer met de spelers het veld opgekomen, zo. Dus... Maar zo is het, kijk, een jaartje of 7 ontstaan en sindsdien niet meer weggegaan. Ik ben er niet iedere week hoor. Nee, ja, vorig jaar wel. Maar ik ben een beetje een opportunist. Dit jaar is wel minder. En kon ik ook een aantal vrijdagen niet, dus nou is het even wat minder. Maar vorig jaar was het geweldig. Maar u blijft toch nu, zit u er wel, ondanks dat het zo slecht gaat. Hoe komt het dat u toch blijft komen dan? Ja, het, is, het blijft wel Eindhoven. Ik vind jou nou juist wel mooi, trainen weg en... Ja, niet mooi dat het trainen weg is, maar mooi dat ze, weet je, hoe ze dan gaan knokken. Ik denk, ze zijn thuis, AGOVV, die gaan we pakken vanavond. Dus, wat is je mooiste herinnering aan FC Eindhoven? Behalen van periodetitel vorig jaar, daar was ik ook bij. Dat was echt fantastisch.